Christmas. Santa isn't the only one coming to town. Hey, what's a good word, Grandpa Jack? This is Jack Burns. Yeah, I know. I could tell from the caller ID. Dina and I will be there in approximately 18 seconds. I'm so excited to see those little Fockers. Hoeveel kunnen we verwachten van een franchise die, laten we eerlijk zijn, al uitgeblust was na het eerste deel? Hoewel Meet the Parents enkele jaren terug over het algemeen positief werd ontvangen, laten de sequels, zoals ook te verwachten is, te wensen over. Deel 2, Meet the Fockers, ging al met haken en ogen aaneen en moest het echt hebben van gastacteurs Barbara Streisand en Dustin Hoffman. Hoewel de twee ook voorkomen in het derde deel, is hun rol slechts gereduceerd tot een snelle cameo die waarschijnlijk op één dag werd opgenomen. Over het verhaal valt eigenlijk niet veel te zeggen. Greg, het personage van Ben Stiller, ontdekt dat Jack, gespeeld door Robert De Niro, hartkwalen heeft en wordt daarom door deze laatste aangewezen als de nieuwe hoofd van de Circle of Trust, de Godfucker. Als die omschrijving nog niet genoeg zegt, is de trailer misschien voldoende om de film volledig naar waarde te schatten. De humor hier is redelijk laag bij de grond en repetitief en, spijtig genoeg, zijn dit dan ook de grappigste momenten uit heel de film. De film is eigenlijk niet meer dan een aaneenschakeling van flauwe moppen die we al hebben gezien in de voorgaande delen. Denk maar aan het befaamde I'm watching you gebaar dat in deze film ontelbare keren opnieuw wordt gebruikt door zowel De Niro als Stiller. Daarnaast betwijfel ik ook of de schrijvers echt wel opletten terwijl ze het script aan het schrijven waren. Zo is er bijvoorbeeld een subplot met de kinderen van Fokker die in een heel speciale school binnen willen geraken, maar hier wordt eigenlijk nooit iets mee gedaan en we weten zelfs niet wat er uiteindelijk van gekomen is. Na jaren van dit soort films kunnen we dit soort acteerwerk ook wel verwachten van Stiller. Net als Jack Black kan hij enkel blijkbaar zichzelf spelen, een stuntelende, stotterende sukkel die zichzelf steeds in de nechtste werkt en vervolgens zichzelf eruit probeert te praten. Van De Niro echter had ik meer verwacht en ik denk dan ook dat hij deze film enkel heeft aangenomen voor de ongetwijfeld vette paycheck die eraan verbonden is. Verspil er je geld niet aan. Als je deze personage in actie wilt zien, kijk dan alsjeblieft opnieuw naar Meet the Parents, want met die film was echt werkelijk wel alles gezegd. Dit was Lost in Hollywood voor deze week. Maak er nog een fijne filmavond van en ik zie jullie volgende keer. No. Little Fockers. I'd like a few minutes alone with him just to erase what he saw from his memory. No. You're not going to erase my son's memory. You should have never trusted Hollywood.